In de Schotse hooglanden had je vroeger de clans. Dat waren de families die het op de een of andere manier altijd aan de stok hadden met elkaar. En dan ging het er soms stevig aan toe. Op een gegeven moment gingen een paar knappe koppen bij elkaar zitten en zeiden van, nou, we kunnen elkaar ook nog op een andere manier bestrijden dan alleen op het slagveld. En zo zijn eigenlijk de Highland Games ontstaan. En een van de zeer belangrijke onderdelen bij de Highland Games, dat is het zogenaamde Tossing the Gaber. Wat zoveel wil zeggen als boomstam werpen. En u begrijpt het al, dat is een nieuw record in de Postcode Loterij Recordshow. Ik heb een paar hele sterke deelnemers, Wim. Misschien dat je ons kan gaan vertellen wat hun namen zijn. Dan zorg ik voor wat stemmige achtergrondmuziek. Even mijn doelvak volblazen. Ja! Hebben ze die kilt ook in meemaat, Martijn? Met de eerste uitdager zet je graag een boompje op, Fred Scholten. De tweede krachtpatser werpt zich op als recordhouder, Piet Hannema. En de derde uitdager is zo sterk als een boomstam, Gerrit Kortelands. Is dit niet Amazing Grace, Martijn? Want zo zuiver heb ik het in jaren niet gehoord. Ik heb geen lucht meer. Dat ziet er goed uit. Maar wie gaat er winnen? Wordt het A, B of C? Maak jullie keuze bekend. Ja. Moeilijke vraag. Maar wie gaat het worden? Wat een krachtpatsers, hè? We zien daar bordje B bij Jolanda. En A bij Sharif. En Christine, die gaat voor C. Nou, er zit in ieder geval een winnaar bij. Maar wie? Laten we maar snel terug naar de Mini Highland Games. We zijn weer terug bij de Mini Highland Games, zou je kunnen zeggen. Tossing the Gaber is het, hè? Tossing the Gaber, ja. Challing, van harte wel. Hallo. Ja, we hebben Challing uitgenodigd bij wijze van deskundige jurering. Wat is precies de bedoeling? Deze paal is ongeveer 5 meter lang. Die moet een volledige rotatie in de lucht maken. En dan wordt de afstand gemeten. Dus wie het verst deze paal wegwerpt. Ja, zijn er nog speciale specificaties van deze paal te noemen? Hij is 5 meter lang. En hij weegt bijna 100 kilo. Ja. Dus, en ja, meer is het ook niet. Is dat het officiële gewicht ook? Nou, er is nooit een officieel gewicht. Elke boomstam is weer anders. Maar hij is zwaar genoeg. Hij is zwaar genoeg, ja. Ik heb trouwens één voor jou meegenomen, dus als je wilt oefenen, alsjeblieft. Dankjewel, jongen. Leuk. Ben je aan me gedacht. Zullen we met Fred beginnen? Doen we. Oké. Zet hem op, Fred. Stop. Rechts, rechts. Zeker een meter ver. 8 meter 88. 8 meter 88 centimeter diep. Wat denk je ervan? We proberen het. Heel veel succes. Rechts, zeker een meter ver. 8 meter 88. 8 meter 88 centimeter diep. Wat denk je ervan? We proberen het. Heel veel succes, jongen. Ja, bedankt. Heb ik wel nodig. Oké, Challing, we kunnen. Kom op, Peter. Go. Hoppa. Yes. Oh, kom op. Zeker pompen. Nul is. Leef je nog? Er was nu niet echt sprake van een volledige rotatie, had ik de indruk. Nee, dus is het een no-throw, zoals ze in Schotland zeggen. No-throw? Hij krijgt dus geen afstand afgemeten en hij moet op zijn tweede poging hopen. Rustig beginnen en de lucht in gooien nu. Kom aan. Kom op, hè. Oké, stap in. Nu!
9 meter, 44. 9 meter, 44 voor Piet Hanneman. 944 is het huidige record. Lekker, Piet. Hou hem rustig, jij bent baas. Weg, cameraman. Niks. Noto. Winnaar Piet Hanneman met 944. Ja, jongens, het was een beetje een moeilijke dag op de een of andere manier. Hadden we tegenwind? Was het een tegenwindkwestie? Nou, ik denk toch voor mij dat het zand gewoon een moeilijke factor was. Ja. Ja, heel nul. En dus je zakt echt een stuk weg. En nee, voor mij nadeel. Een score gerealiseerd van 8 meter en 88 centimeter was het, hè? Dat heeft Fred gegooid. Dat was je eerste poging. Dat was niet verkeerd. Nee. Maar ja, de winnaar met 9,44 is Piet geworden. Kom maar geluid. Ja. Ik heb 1000 voor je meegenomen. Heb je dat wel eens verdiend, een boomstamwerper? Nee, nog nooit. Nog nooit. Nou, bij deze, je bent onze kerstverse recordhouder. Dat betekent dat we je volgende keer terugzien. 1000 gulden gaat er natuurlijk ook in de kluis. En die ligt klaar voor de eventuele uitdagers. Als er nou mensen zijn die denken dat ze dit beter kunnen. Nou, ik heb er zo mijn bedenking over, maar.